gaan witloofwortelen intafelen om tegen de feestdagen lekker witloof te kunnen oogsten. Stap 1, wat hebben we nodig? We hebben nodig witloofwortelen, grond, 2 zwarte potten en een zwarte plastic en wat water. Dat is de eerste stap. Stap 2, we nemen onze pot en doen er een bodem in van potgrond. Zodanig dat als we de wortels gaan plaatsen, de wortelhals gelijk komt met de rand van de pot. Dan nemen we onze wortels en snijden ze het blad 1 centimeter boven de wortelhals eraf. Die afgesneden wortels plaatsen we op de bodem van de grond in de pot, zodanig dat de hals ongeveer gelijk komt met de potrand. We zetten de planten, witloofwortelen, er recht in. Tegen de witloofwortelen gooien we wat grond en we plaatsen een tweede rij witloofwortelen tot wanneer de pot helemaal vol is. Dat is stap 2. We zijn bijna klaar met het intafelen van onze wortels. De pot is vol. We nemen nog wat grond om erover te gooien. Een centimeter erover. En dat gieten we af tot wanneer de witloofwortelen koppen weer een beetje zichtbaar zijn. Voilà, dat is voldoende. Er is een goede ontwatering in de pot. En de witloofwortelen zijn ingetafeld. Er rest ons nog gewoon deze pot weg te zetten in het donker. Daarom gebruiken we nog een andere pot om erover te zetten. Om zeker te zijn dat dat goed donker is, dekken we dat af met een zwarte plastic, zodanig dat alles pikdonker staat. En dat geheel zetten we weg op een warme plaats tussen de 16 en de 20 graden. Voilà, bijvoorbeeld in de garage. Dat was stap 3. Ondertussen zijn we 14 dagen, 3 weken verder en heb ik de witloofwortelen 2 keer gecontroleerd op de waterbehoefte. Ik heb 1 keer een beetje moeten bij water geven, maar ze mogen ook niet te nat staan. Dus, maar nu gaan we het resultaat tonen. Na 3 weken een temperatuur van ongeveer 21 graden. Voilà, de witloofwortelen zijn klaar om geoogst te worden. Dus na 2-3 weken beschikken we over prachtige witloofkroppen en van een 20-tal wortels, voor nog geen 5 euro, hebben we nu een portie van ongeveer 2 kilogram witloof geoogst. Als de kroppen geoogst zijn en u knipt ze niet laag af, dan kan u ze laten zitten in de pot, even water geven, nog 14 dagen, 3 weken laten staan en het witloof zal opnieuw beginnen schieten en u kan na 2-3 weken opnieuw een kleine krop per wortel oogsten.